Wanneer u geopereerd bent aan uw voet, mag u direct starten met 5 oefeningen. De eerste oefening is het strekken van de knie. U duwt de knieholte in het matras en daarbij spant u het bovenbeen aan. Deze oefening mag u ieder uur 10 keer herhalen. De tweede oefening is het aanspannen van het bovenbeen en daarbij het been heffen. Ook deze oefening mag u ieder uur 10 keer herhalen. De derde oefening is de knie buigen. Zorg ervoor dat uw voet op het matras blijft en dat u rustig het been omhoog beweegt. Ook deze oefening mag u 10 keer ieder uur herhalen. De vierde oefening is het rustig buigen en strekken van de enkel. Let op, deze oefening kunt u niet doen als u in het gips zit. Ook deze oefening mag u 10 keer herhalen per uur. De laatste oefeningen is het bewegen van de tenen. Let op, deze oefening kunt u niet doen bij sommige operaties. Check dit even bij uw fysiotherapeut. Als u deze oefening doet, doet u dat ook weer 10 keer per uur.